je kop de beslissende erin vandaag. Dat was een fijne. Lekker moment, ja. 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 Was het een moment waarop je zelf ook het gevoel had van het moet nou wel een keer gaan gebeuren, want we zitten al in de verlenging? Klopt. Nou, ik denk dat je... Voor mijn gevoel was ik de hele... Vanaf die 2-0 achterstand super gebrand en naar voren wilde ik gaan. Dus, ja. Dan is het fijn als het uiteindelijk als die toch valt. Ja. Dus ik denk dat we het rustig aan hebben gedaan. Natuurlijk wil je het liever in de reguliere speeltijd dat doen. Maar ik denk dat ze het wel heel gecontroleerd bleven doen en dat helpt. Ja. Van even bij het begin beginnen, want je komt wel met 2-0 achter. Ja. Hoe kan dat? Nou, ik denk, de trainer zei het ook al. In de eerste fase gingen we mee in hun spel. Dus we gingen duel spelen. Ja, dat kunnen zij ook goed. Dan krijg je geen niveauverschil. We lieten niet de bal gaan. Dan wordt het gewoon heel zwaar. Weet je. Dan wordt het een knokwedstrijd. Ja, dan kan zo'n penalty valt een beetje uit het niets. Die eerste, ook een slordig moment. Ja, dat kan gebeuren als je zulke duels speelt. Maar als ze gewoon de bal laten gaan en je komt niet in die duel zetten, dan heb je iets meer kans. Ja, ja. Dus in die zin was het meer een tactisch verhaal dan een kwaliteitsverhaal. Ook, en ik vond dat zij het heel goed deden. Weet je, wij konden helemaal niet voetballen. En ze kwamen in het duel zeggen wat zij wilden. Ja, dus dat was van hun tactisch heel goed. Daar hadden we aan het begin heel veel moeite mee. Ik denk dat het eind eerste helft al wat beter ging. Tweede helft ga je dan met goede moed, krijg je hem ineens tegen. Ja. Maar toen denk je, daar zie je wel de veerkracht die in de ploeg zit. Ja. Ja, maar die veerkracht komt eigenlijk pas na die 2-1. Want die valt ook al op een goed moment, vlak na die 2-0. Ah, maar toen we gingen wel meteen vooruit, drukken. Mm-hmm. Volgens mij volgen er al twee aanvallen voordat hij valt. Oké. Dus het was niet zo dat jij hem... Dus jij zag hem wel aankomen in die zin? Nee, tuurlijk. Kijk, het klopt wat je zegt. Die 2-1 moet maar vallen. Ja. Als dat heel lang duurt, dan krijgen zij hoop. Nu valt hij zo snel. Weten zij, ja, nog een half uur, dat is lang. Krijgen ze die rode kaart erbij. Ja. Dan weet je dat het voor hun heel moeilijk wordt. Ja, ik denk dat wij het dan nog te lang laten duren, dat je die verlenging nodig hebt. Maar ja, dat is, hoort een beetje bij bekervoetbal, denk ik. Ja, dat wou ik zeggen, al met al heerlijke bekeravond, toch? Alles erop en eraan. Precies, precies. Uiteindelijk vermakelijk, denk ik. Ja. Niet altijd even goed, maar wel vermakelijk. Je kan hem er dus ook inkoppen aanvallen. Dat is ook wel weer eens een keer lekker, toch? Ja, dat heb ik dit jaar nog niet gedaan. Vorig jaar ook maar één keer. Ja. Hopen dat het een voorbode is. Dat is wel te weinig, toch? Veel te weinig, ja, klopt. Want ik krijg hem vaak op je pan, maar... Ja, meer assisten dit jaar. Ja, heel goed. Gefeliciteerd. Dank je.